Ik zou zeggen, ik ben Christa en kwam erbij met theetijd. Nee, ik kwam erbij met theetijd. Neem een koekje. Dit is Christa, lichtvrouw. Met theetijd werkten we weer met objecten. Dingen die tot leven kwamen. Kopjes dit keer. En we hadden een muzikant die met ons in de voorstelling speelde en ook muziek maakte op deze objecten. Maar die van de woensdag, die mogen nooit uitslapen. Oh nee? Nee, die moeten al om 7 uur klaarstaan. Nou, geen wonder dat ze altijd kapot zijn. Ja. Die tepel, die heeft een halve tuig. Oh ja. En de zuigerband is er met een vieze oude beker vandoor gegaan. Nee! Nou, stel je iets voor. Dat wij niet van de zondag, maar van de woensdag waren. Oh nee! Die zijn toch zo lelijk? Ja! Gelukkig zijn wij mooi. Nou, maar misschien zijn ze wel aardig. Wat? Van woensdag kunnen ze niet aardig zijn. Hé, zei Pot. Zou ik eens voelen of jij koorts hebt? Kom dan lekker bij mij, lekker diep. 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 Hé, dat is mijn plaats. Sorry. Klaar. Nou. Wij waren ook niet van die liedjes, hè? En weet je nog toen we die ranzenbuisgaan pikten? Oh, we hadden wel een man naar Roze en mij, hoor. Wat toen nog zacht en glanzend. Maar Anna, jij bent nog steeds de mooiste van de wereld. Op zondag mogen alleen maar zondagskopjes op de zondagse tafel met het zondagskleed. En Eutschot hoort daar niet. Schorre morrie, gedezen! Toet. Ga terug met je klieverige barst en je goeren randje naar dat stinkende afwassopje van jullie. Op bandelig met z'n allen staan te kletsen in dat makke keukenblokje. Nooit zonder een woensdagkopje op de zondagse tafel staan! Nog aan jullie merkje, vergiet het maar. Alleen maar een ordinaire stikker. Ha, en passen en nood. Gebakken uit het grootste aardewerk. Maestro. Ja, voor jou. Me and you, 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 you.
laatste gezamenlijke voorstelling van Maatje 90. Hedy vertrekt naar Afrika om theater te maken en Evelien naar India. Helen, dan moet je hem zelf opletten. Kijk of hij goed wordt. Lekker. Is het? Is wel heet, ja.